Een brief versturen is misschien ouderwets, maar met dit briefpapier krijg ik er weer helemaal zin in. Ik maak een kaderrand rondom het papier. In de hoekjes maak ik ronde inkepingen. Hier in de hoek komt straks mijn tekst rond een wereldbol te staan. Ik begin daarmee, want de tekst komt eromheen te staan. Je begint met een cirkel. Daaromheen de houder. En in de wereldbol trek je kruislinks lijnen, die boven en onder samenkomen op hetzelfde punt. Zo krijg je die bolling erin. Zie je? Ik maak hulplijnen, zodat de tekst er rechtop komt te staan. I tell komt in dikke blokletters. U wordt een scriptletter. Die laat je een beetje meelopen met de vorm van een wereldbol. Hier ook weer even een hulplijntje. En daar schrijf ik my tussen met schreefletters. De letters van story zijn ook schreefletters, maar dan met extra sierkrullen aan de S. Hier ga ik een hulplijn trekken voor to, from en date. Die ga ik erop zetten in scriptletters. Dat is met de letters aan elkaar geschreven. Als je dit schrift vaak oefent, word je er steeds beter in. Echt waar! Hier ook weer een hulplijntje. De voettekst worden allerlei verschillende lettertypes achter elkaar. Door mijn hulplijnen worden ze even groot, zie je? Dit wordt dan weer een dikke blokletter. En everything schrijf ik schetsmatig. Sterretje erbij. Nu ga ik de lijnen overtrekken met een fineliner van 0,5 mm dik. In de hoekjes van het kader is nog ruimte voor wat versiersels. En nu ga ik nog wat diepte aanbrengen aan de letters. Hier breng ik een schaduw aan. Dat doe je door denkbeeldig het licht van één kant te laten komen. De letter verplaats je dan met die richting mee van de letter af. Bij de rest van de woorden maak ik de linkerkant van de letters wat dikker. Stipjes hier is wel handig. En deze letters kleur ik in. Niet helemaal, dat maakt het juist leuk. Nou, wie zei er dat een brief schrijven niet meer van deze tijd is?